Ta-d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 a. Ontbijtje, ontbijtje. Fruit ontbijt voor mij. Oh, wat ben ik blij. Uit de container. Ontbijtje, ontbijtje, ontbijtje. Broodje bepalen, dat krijg je. Broodje voor de baas. Met een scherp plakje kaas. Ja, dames en heren, kindertjes. Het is weer ons tijd van ontbijt. Wij mensen met een uitkering in de schuldsanering moeten namelijk ook eten. En waarom zouden we al die goedkope producten eten als je ook hele dure producten hebt? Nou, hoor ik net van Jeneverput dat er een vrouw is die 9 mensen en kinderen moet verzorgen van 80 euro in de maand. Was het een maand? Ik zou zeggen, dat is toch goed te doen? 80 euro in de maand. En dat kun je allemaal aan sigaretten uitgeven. Ons eten, ja, we zitten in een overproductiemaatschappij. We hebben alleen maar overschotten. Ik bedoel, kijk maar eens bijvoorbeeld hoe ik een jaar lang in Amsterdam heb geleefd. Toen ik geen geld had. Ik heb gegeten als een koning. En daarom moeten we even met de fiets naar de Dirk. En dan kun je zien hoe dat in zijn werk ging. Dat moet je bepalen. Oh, heet. 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 Waarom zijn die dingen zo heet? Ik doe er even een plakje kaas bij. Al eentje hoor. Dan. Zo, ik kan hem beter vastpakken. Het poesje ruikt kaas. Hier, poesje. Poesje. We schakelen over naar de Dirk van den Broek. Ik sta hier bij de containers van de Dirk van den Broek. Containers. En er wordt heel veel in weggegooid. Wat niet over de datum is, maar puur omdat het zeg maar overschot is. En ja, op deze manier heb ik een tijd lang geleefd omdat ik geen geld had. Dus we gaan er even naartoe, gaan we kijken wat erin zit. Nou, daar gaan we. Kijk, hier staat alles wat weggedaan wordt. Het is altijd handig om in deze kratjes te kijken. Daar. Maar soep van maken. Zie wat daar ligt? Vissticks. Wat is dit? Osbessen. Eieren. Spinazie. Pudding. Wacht met pudding.
duister wat hier zit. Zo, we zijn terug. En dan ga ik eerst alles zeg maar afwassen. En want ze gooien er allemaal lege pakken overheen, zodat mensen er afblijven. En daarom zijn ze vuil aan de buitenkant. Maar het is de buitenkant. Chips, allemaal inderdaad. Het is allemaal goed verpakt. Er kan geen water in komen. Oh ja, nog zoiets, die doos. Ik dacht dat er wistiks in zaten. Maar niets is minder waar. Het zijn allemaal broodjes, papa. Hoppadada. Daar. En die broodjes, die zijn nog bevroren. He, bevroren broodjes over de datum, kun je daar iets bij voorstellen? Het vlees bij de Albert Heijn, dat ligt 8 jaar lang in de vriezer, voordat je het koopt, he, het gehakt, is nog bevroren. Schuiven we even naar achter. Dan is die. Yoghurt, sowieso, staat niet bol. Maar even kijken, wat hebben we hier in datum? Goed, tot de 15e. Dat is vandaag, geloof ik, toch? De ramyoghurt. Goed, tot de 27e. Nou, dat is het vandaag nog lang niet. De roomyoghurt hier. Ook goed tot de 27e. Chips. Hoef je niet eens naar te kijken. Het gaat niet stuk. Tada! Kaas. Jong belegen. Kaas dat kapot gaat. Was ik zelf. En nog meer. Nou, die koekjes die zijn helemaal naar de kloten. Die zijn gevallen. Het zijn ook heel vaak producten die ze hebben laten vallen, hè. Wortelen. Ja, is het dicht, hè. Blue Band. Tomatensap, dat is yoghurt, die is wel vuil. Zoals je zei, is gewoon leeg. Die pizza die raken we ook niet meer aan. Ja, dat is die zak die ik zomaar even snel eruit haalde. Ik dacht dat ik er veel in zat. Ja, die koekjes zijn ook niet helemaal fijn meer, maar goed. Die kun je gewoon eten. Desnoods geef ik ze aan de hond. Dekseltje van de Blue Band. Nog meer koekjes. En ze met een karretje overgereden. Pudding. Geldig tot 20-7. Nog meer pudding. Ja, je krijgt er wel vuile handjes van. Ja, 20-7. Hier hebben we dus eieren. En de meeste zijn allemaal gewoon heel. Als er een barstje in zit, gewoon weggooien. Maar er zit geen barstje in. Bij een paar. En dan zijn er een paar stukken. Ja, dan kunnen ze de rest niet verkopen. Ondertussen wordt het water heel erg schoon. Tada. En er lagen meer bakken in.
Ja, goed. En tada! De appels. En wat had ik nog meer? Oh ja. De bladspinazie. Allemaal yoghurt wat je ziet aan de buitenkant. Stel je niet zo aan. Nou, dat is de buit van vandaag. He, 5 minuten werk. Dat wil niet zeggen dat dat alles is. Er zat gewoon meer in. Maar ja, je krijgt niet alles mee. En daarnaast zit hij niet altijd vol. Hè, want dat wordt geloof ik 2 keer per dag gevuld. Maar ook 2 keer per dag geleegd. En als je op het verkeerde moment komt, ja, dan hang je niks. Maar dit is dus wat er in containers zit. En zoals je zag is het allemaal niet over de datum. En zelfs nog bevroren. Ik zou zeggen, als je honger hebt en je hebt geen geld, wij zitten in een overschotsland, heb je weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Wacht, ze hadden ook bosbessen. Hele dozen vol, een stuk of 12 dozen. Lekker. Hm? Yes.